veel geld kan verdienen in GTA 5. Dus ja, laten we beginnen. Ik ga eerst even inwisselen. Sowieso altijd een kleine beetje meepakken in GTA, dat is mijn eerste tip. Dus stel je, sommige mensen zeggen 1000, oh dat is te weinig, joh, laat maar zitten. Altijd meepakken. Een 1000 coins is gewoon fucking lekker. Als je even nadenkt, dat als je dat elke dag een keer hebt, dat heb je vaak wel, dat je dan 100 dagen speelt en weer 100k hebt, gewoon gratis. Ja, kleine moeite. Maar ik ga je dus laten zien hoeveel geld je verdient, hoe je snel geld verdient. Ik moet even de andere video verwijderen. Kijk, zo maak je bij een sessie aan dus. Ik dacht van zie, ga je naar, word je een Michael of Franklin, dan ga je naar online, dan ga je naar Play GTA Online. Dan kan je kiezen solo session, invite only, crew, close crew session of friend sessie. Nou, ik kies ook gewoon friend sessie. Sessie maakt niet uit. Ik ga je dus laten zien hoeveel je snel geld verdient. We zijn nu inmiddels in mijn mooie appartement. Ik zal ook even laten zien hoeveel geld we hebben. Zodat jullie een beetje zien van, ja, deze gozer kan best wel tips geven. Nou, ik heb dus 2, ja, best, nou, ik weet niet hoe je dat zegt. De eerste tip, speel dit. Druk op options als je PlayStation 4 hebt. Je gaat naar online, ga naar jobs, ga naar quick job. En dan doe je play less than stand, less than standing. Dat ga ik nu spelen. Het is best wel een leuk spel. En je verdient er ook nog best wel wat geld mee. Als je begint. We doen nu, ja, ik weet niet waar het is eigenlijk. Oké. Ze moeten even starten. Ja, kijk, zoals jullie kunnen zien, zit ik nu, ga ik gewoon, nou, nu word ik in de sessie gezet. En hier vind je nog best wel wat geld mee. En best wel wat RP, dus je wordt ook snel level up. Of gaat snel level up. Ja, ik ben mijn account is gereset, want anders was ik ook best wel hoog level 120 of zo. Maar goed, zo wees ik ook er niet. Ja, jammer. Ja. Zoals jullie zien heb ik geen armen. Dat is best wel grappig. We gaan beginnen. Oké, wat is het doel van dit spel? Ik ken deze map nog niet. Een auto. Kom. Stap achter mij.
Come on, boys. Come up. Daar komen de enemies, daar komen de enemies. Iets in there. Ik heb eentje neer. Ik ben zelf ook dood. Jammer, ik heb er wel eentje neergeslagen, was wel fijn. Kijk, zoals jullie zien, ik ben niet dood. Ik heb er eentje neergeslagen en eentje had gehit. Ik denk dat we deze ronde gaan verliezen helaas, want kijk. We hebben alleen nog een level 15, een 30 en een 100. En dan hebben we level 204 en zo, dus. Ja, denk het niet. Kijk, en hij wordt ook. Gaat al gepusht worden, denk ik. Dit is best wel op zich een leuke map. Ja, kijk, het is nu 2 tegen 4, ja. Deze gozer heeft wel een SMG. En heeft iemand gekillt nu. Oh, 2 tegen 2. Oh, dat is leuk. Tegen 2. We gaan het gewoon winnen, denk ik. Hebben we gewonnen. Nou, hier hadden ze dus weinig rondes en krijg je niet zoveel geld voor. Normaal hebben ze meer rondes en krijg je dus ook meer geld. En ook niet zoveel RP. Ik heb gewonnen. Ja, laten we nog een keer potje. Kijk, je verdient er gewoon 3k mee en eigenlijk hoef je niet zoveel te doen. Dus feitelijk gezien is het prima. Wat jullie ook kunnen doen is onze crew joinen. Op TikTok heten we nog Red Wolves. En dan GTA 5. Maar ja, dat gaat veranderen. Want we hebben een blauwe tijger als logo. Ik heb het ook op mijn auto staan. Prima joh. Andere tips hoor, maar dit is de low tip. Als je echt net begint, kan je beter dit gaan spelen. Als je wel wat van kan. Er zijn ook andere game modes die wat leuker zijn. Gaat zo dit. Hier moet je mensen eraf rijden. Jij hebt zelf. Ja, je weet niet wat je bent, dus welk team. Maar jullie zien het wel. Ja, jullie gaan het gewoon zien. Oké, wij worden dus nu runners volgens mij. Nou, fietsen eigenlijk. Doet wel leuk. Oké, wij zijn de BMX'ers. Het is nacht, dat is een voordeel voor de BMX'ers. Zoals je ziet. Zien.
you about. Maar deze school is niet zo goed. Level 1, nee, die is inderdaad niet zo goed. Ik heb al een keer bij deze grote gezeten in het server. Dit is heel toevallig. Dit is fake TNT ofzo. Die is juist de grote. Oh ja, hij gaat altijd naar dit soort dingen. Dat vinden ze niet. Ik deed die vorige keer ook, gaat hij naar zo'n random ding. Doet hij dit. Ik weet niet waar hij nu weer zit. Hij zit op zijn fiets. Volgende poetje. Bruh, ik zat even op TikTok en had iemand een domme comment geplaatst. En iemand had de naam Imagine Playing Fortnite. En toen zei hij zo, hij heeft zelf een Fortnite naam, omdat die gozer, die heette Imagine Playing Fortnite. Die had gezegd Fortnite kind. En dat pikken de Fortnite kinderen niet, jullie snappen het. We gaan er eens van zijn fiets afrijden. Pof, je laat je fiets alleen staan. Mootje, ik neem je mee. Neem je mee op reis, ik neem je mee. Rome of Parijs. Het lijkt misschien wel cool totdat je weet wat ik bedoel. Ja, ik leek dat niet. Laat je zien wat ik bedoel. Neem je mee. POV, mootje, ziet je fiets. Ik heb aan je fiets gehoord. Hier komen. Dit gaat niet pikken. Hier is er een jongens. Ik ga hem neerhameren. Hier komen we, flikker. Hij mijn auto. Help me eens. Boys, help me. Wat wil je hiermee bereiken? Je hebt een auto. Bruh. Volgens mij leeft alleen nog die gozer die mijn auto heeft gestolen.
download. Ik ga de lijst opnemen.